Ik zou meedoen aan een karate wedstrijden me nog herinneren in Nederland, open Nederlandse kampioenschap. Ik heb me ingeschreven. En al, en te, vlak in, tijdens de wedstrijd heb ik gezegd dat ik zodat de kans niet maar dat iemand met één arm vecht. Dus, uh, uh, dat ging dus niet door. En ik was er helemaal kapot van. In mijn jeugd was ik vrij een... eenvoudig, uh, verliegen jongen. Ik uh, zat op 12 jaar geleden bij de padviderij Oranje Dassers En daar ben ik ook begonnen met uh, vechtsport onder de Hofman Percy Leeds en de heer Vies uh, James. Uh, het was toen lekker hard trainen. We zijn begonnen met uh, Taekwondo en gaan karate. Later deed ik ook Penchaxilat daar uh, aan de Russische Vredestraat. Uh, de was onder leiding van de heer Kamiran, toen een jonge Kamiran. De heer Kamiran is onder ondertussen so overleden. Ik heb uh, de bloedschool doorlopen. Ik ben bijna CPI geweest. Uh, twee jaar. De bedoeling was dat ik dus uh, verder zou gaan als. Uh, uh, om het af te maken. Maar toen was er een project dat je naar Nederland kon. en ik zou uh, sportleraar worden. Uh, maar toen was het in die tijd van die koe. dat is 1980. En ik besloot toen in de, de dienst te stappen bij de militaire politie. Uh, afgerond corporaal. en op mijn twintigste heb ik het ongeluk gehad. Ik ben aangereden door de auto. Uh, ik zat op het Bromfiets. Ik ben aangereden door de auto. En uh, ja, dat heeft dus mijn leven even gekeerd. Ik kan me enkele dagen niet herinneren wat er allemaal is gebeurd. En ik kan me de aanreding ook niet herinneren, al die jaren. Het in 1981 gebeurd, maar ik kan me niets herinneren. De operatie hier door uh, onze toen enige neurochirurg in Suriname, de heer Raddekischen, heeft dus. Uh, ik operatie gedaan en gezegd dat uh, ik van mijn rechterarm uh, losgerukt waren en dat hij niet denkt dat, het, dat ik mijn arm ooit weer zou kunnen gebruiken. In 1982, ja 1982 heb ik nog die koe van Ramboekjes meegemaakt. Ik heb... Letterlijk meegevochten en dat is ook uh, in de, opgevallen door uh, de legerleiders, waaronder de, de heer Boutersen, uh, toen bevelhebber van het Nationaal Leger. Ik ben toen naar uh, Nederland vertrokken na april, april 1982 voor operatie en revalidatie. Dus uh, ik ben naar Nederland vertrokken als kapperaal der militaire politie. In Nederland uh, heb ik een operatie, heeft men mijn operatie verlicht aan die arm. En eerst ook normaal gekeken, toen hebben ze geprobeerd die De tweede lange operatie, die heeft uren geduurd, hebben ze geprobeerd me zenuwen uh, te, te verbinden met mijn bovenarm zenuwen, zoiets, legden men me maar uit. Maar, uh... Operaties mislukt. Dus uh, ik moest dus verder gaan met één arm. En ik was ampertjes twintig jaar oud. Voor uh, een jongen van mijn tijd, die uh, constant bewoog, was het uh, een klap. Uh, ik heb er eigenlijk één, twee dagen, zat ik er helemaal kapot, was er helemaal kapot van. Maar uh, ik was weer in het revalidatiecentrum. En toen ik de mannen daar bezig zag, dacht ik: nou ja. Wat zij kunnen, kan ik ook. En uh, ik heb het geprobeerd beter te doen. En als ik terugkijk, is het me ook gelukt. Ik uh, ben doorgegaan met die ene arm, weer het vechtsport opgepakt, uh, zwarte band behaald in Nederland. Doordren, door, trainen, door trainen. Ik zou meedoen aan uh, de dat kan me nog herinneren in Nederland, open Nederlandse kampioenschappen. Men ik heb me ingeschreven e en, al en vlak in, tijdens de wedstrijd heb ik gezegd dat ik. zodat de kans niet nemen dat iemand met één arm vecht. Dus. Uh, uh, dat ging dus niet door. En ik was er helemaal kapot van. Toen ik terugkwam naar Suriname. Uh, ik was toen in de school van Burgos. voor ik het ongeluk kreeg met karate. Na dat, dat van Persilis en Fish James. Was ik ook Kikuchi Kai Karate gaan doen in de, bij de school van Burgers? En ik deed daar wat taekwondo, Dus ik heb bijna alle stijlen die in Suriname voorkomen heb ik beoefend. Ik uh, wilde hier ook meedoen aan wedstrijden. En dat werd me ook verboden, omdat ik bang was dat ik een ongeluk kon krijgen. Ondertussen had ik ook een beetje getaillebouwers in Nederland. En onder supervisie van Lucien Carbijn, die me. Uh, toen ik in Nederland was en telefonisch toen ik in Suriname was, heb ik dus, uh, ben ik begonnen met het thai-boksen in Suriname. Omdat ik al een, een hele al moest had van stelen, ben ik begonnen met het, 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 het introduceren van het thai-boksen in Suriname. Ik heb ook een neef die Nederlands kampioen boksen is, dat is Cornelis Taylor, meer bekend als Kit Taylor. Hij was de laatste blaasbekende kampioen in Suriname. En hij heeft het gehaald tot Nederlands kampioen boksen. Dus uh, ik had toen ook de tijd om met hem te trainen in het boksen. En dat hij is me ten goede gekomen met het uh, boksen. Dus uh, ik ben rust, begon rustig met het boksen En daar, ik ben begonnen naast het gebouw van de militaire politie. Daar had je dus uh, de burgerlijke stand. En daaronder. Uh, tussen het puin ik, ben ik begonnen met het thaiboxen. En uh, in het begin zag niemand het zitten, dat zitten met het Moet je even nagaan hoe lang ik bezig ben. Niemand zag het zitten met het Ik uh, wilde toch meedoen aan Nederland. En ik had uh, contact toen met een bond in Nederland om te vragen of ik uh, mee kan doen met wedstrijden. En ik ben toen in contact gekomen met de heer Veller. Karateka, die zeker drie scholen heeft in, had in Nederland. Ik ben toen geweest naar Nederland. En uh, ik mocht meedoen in de school uh, tijdens de wedstrijden. Het was als ik me niet vergis Europese kampioenschappen. En ik heb het in één keer gehaald de vierde plaats. Dus iedereen was uh, verbaasd dus dat ik het gehaald heb. En voor mij was het een push. Er, Kwam een stijl, niet een stijl, een manier van vechten die men koshiki noemde. Je krijgt een helm op en een bogu een borstschild. En je kon vrij stoten naar het hoofd, want je had plexiglas in een helm. Dus je kon gewoon stoten naar het gezicht en naar de borst, want je was beschermd op je borst. Uh, de bovenaren van koshiki hadden, hadden, hadden altijd gedacht dat die stijlen zou halen naar de Olympische Spelen, want we zeiden altijd van. Je moet op een of andere manier beschermd zijn. Maar helaas, nu moet ik zien, op mijn oude dag, dat men toch gekozen heeft voor het puntensysteem bij, uh, bij de Olympische Spelen. Terwijl ik dacht dat je wel goed beschermd was met het schild en die helm. Oké, okay. in ieder geval, uh, ik kreeg een uitnodiging uh, naar de wedstrijd met Veller om naar. Uh, ...Japan te gaan voor Westerdijk. Dat is 1998. Via de organisatie van Nederland ben ik geweest. En dat is ook iets, in het begin, toen ik daar aankwam... ...en die, ik betaalde alles en de Japanners keken me aan. Ze dachten volgens mij dat ze met een of ander imbecil te maken hadden. Maar dat duurde zeker twee dagen voordat ze contact met me maakten. Ze kwamen met de hele delegatie naar mijn hotel. En uh, zijn thee met me komen drinken. En bij het drinken van de thee kwamen er vragen van als er andere mensen uit Suriname kwamen. Ik zeg nee, ik ben er alleen. Dus uh, toen vroegen ze van, ja maar wie gaat meedoen? Toen zei ik, ik zou meedoen. Ik zag duidelijk dat ze meer thee begonnen te drinken. Want ze dachten van, die is gek. En uh, ze hebben maar dus mijn heb teruggegeven. Netjes gebogen en gezegd: van Oké, okay, we zien je dan uh, overmorgen tijdens de wedstrijden. En die wedstrijden waren mooi, want uh, veel landen van Europa waren vertegenwoordigd. Het waren de eerste grote Kojiki-wedstrijden. En Australië, Zweden, Japan, Nederland, oh, USA was er ook met het team. En de zwaargewicht, dat is altijd dat ding tijdens de wedstrijden. Je verschillende vloeren, met één grote vloer, twee, twee dagen vechten. En ik zou dus de, de tweede dag zouden ze die hoofdmat gebruiken. Maar uh, toen ik moest vechten, hebben ze me gesleurd gelijk naar die hoofdmat. Omdat alle gevechten zijn gestopt. En wij wilden zien van, hoe gaat die man met die arm wat gaat hij doen? En ik kan me herinneren, ik heb gevochten met een Japanner, en die man heeft me nooit echt goed kunnen raken. En ik heb uh, gewonnen. En uh, zoals de Australiërs zeggen, ik werd meteen de most fotograaf, de man. Iedereen wilde met me op de foto. Ik ga dat nooit vergeten van mijn leven. En uh, Ishiban, Ishiban werd genoemd. Dat is een Japans number one. En uh, ik kreeg uh, heel wat uh, cadeautjes. Toen ik nog niet op De volgende dag moest ik pas de finale vechten. Uh, die, van, die finale is ook goed uh, verlopen. Maar je moet weten, je het is moeilijk om te winnen met Japaners van Japanners in hun land. Dus ik vond niet dat ik gewoon verloren heb. En uh, ze hebben me laten verliezen op yogai, Dus uh, uh, karatika, weten dat is als je over een lijn gaat. Maar ik vraag mezelf: ach, hoe kan ik iemand trappen? Omdat hij zwaarder is dan mij. Toen ik op trap Kom ik uit Balans en ik ga over die lijn voor de tweede keer. En daardoor heb ik dus op punten verloren. Maar ik heb geen padslag gehad. Dus dat was dus het geweldige. En um, daar is mijn carrière eigenlijk begonnen. Want ik kreeg uitnodigingen uit alle landen om in hun land te gaan vechten. En het, het is me gelukt om in hun landen te gaan. Ik ben in Canada geweest, ik ben in Australië geweest, ik ben in Frankrijk geweest. Oh, om te vechten. En de grootste afstand was Australië. In Australië ben ik twee keer, heb ik twee keer meegedaan. En één keer semi-kampioen. Andere keer, drie keer kampioen. Met vechten, met wapens. Ik heb zoveel gevochten in mijn leven. Dat is onvoorstelbaar, ik heb uh, alleen aan trofeeën ver boven de honderd trofeeën. Dat sommige Surinamers zijn er moe van. Baga. En uh, Ga je, die, ga je die trofeeën niet kopen? Ik zei wel, mijn vrouw is altijd met mij, we maken altijd filmpjes. Ga kijken op YouTube. Dat uh, is wel aderlating voor mij want mijn vrouw is in januari overleden. Door... Uh, kan, uh, geen kanker, kanker. de nieren en de hart heeft het opgegeven. Dat is Iris Chennakit. Zij was er altijd bij de grote wedstrijden. En zonder haar waren die films niet vastgelegd. Ze heeft me altijd ondersteund onder met mijn me sport. En uh, dat, dat kan ik ten uh, eerste waarderen van In Canada ben ik ook Oost-Canadese kampioen geworden. En in Amerika, toen ik in Amerika kwam voor wedstrijden. Dus daar zeker ik uh, heeft mijn vrouw de meeste gemaakt, opnamen gemaakt. Dat was in uh, de USA Open, dat is elk jaar in juli. In het hartje van Walt Disney. En daar komt de hele wereld op af. Letterlijk, uh, alle landen. Alle landen die zich kunnen permitteren. En al ben je enkeling kan je ook meedoen. Je moet uh, alleen maar aangeven van welk land je bent. Je papieren tonen, je diploma's en welk niveau je bent. En uh, betalen en je doet mee aan de wedstrijden. En uh, ik heb sinds 2003 heb ik, uh, geen enkele wedstrijd gemist. Dan die wedstrijd in 2020, volledig jaar. 2019 heb ik nog gewonnen in mijn leeftijdsklasse. En de meeste wedstrijden, soms eindig ik op de derde. Maar meestal met dat voelcontact, dat ja full contact karakter, die continuous sparring, was ik meestal twee, één, drie. Als ik pech had, was het vier, maar dan werd ik soms uh, benadeeld. Maar uh, ik, uh, ik heb altijd keihard getraind om um, ja, hoge ogen te gooien. Uh, hoge cijfers te halen. En, uh, mijn training was zo zwaar vroeger dat ik bijna niet uh, eraan terug wil denken. Nu relax ik meer. Ik ben een beetje aangekomen. Nou, ik ben flink aangekomen. Mijn wedstrijd gewicht was 86 kilo tot mijn 48ste. Daarna werd ik eindelijk zwaar gewicht, 95. En uh, nu ben ik volgens mij 112. De 10 kilometer liep ik bijvoorbeeld vijf keer in de week, soms twee keer per dag. En uh, na 1985 heb ik uh, de sportschool Sparimaka opgericht. Ik wilde ze Thai in Suriname uh, introduceren en dat heb ik dus via Sparimaka gedaan. Ik had een... een, een iedereen kent wel, Jere van Embrix van de helikopter, Toen had ik helikopter. Maar ik ging vaak naar Japan, oh uh, correctie, naar Thailand. En uh, we zijn samen begonnen omdat hij al bezig was met een kleinschooltje. Ben ik met hem doorgegaan. Uh, later heb ik dus alleen verder moeten zoeken, want ik woon hier, hij woonde in Nederland. En uh, ja, dat was het. De Thai-boxer begon uh, kleur te krijgen in Suriname. En op een gegeven moment uh, kreeg ik een later een vriend, iemand kwam bij me aan uh, lopen en zei dat hij wil helpen met de boksen in Suriname. En dat was dus Stefan Marengo, die in Nederland had getraind onder zijn broer Cor Marencho en Lucien Carbin. Uh, zei, we zijn zo doorgegaan. In 1992 heb ik uh, mijn eerste gala gehouden. En uh, Omdat er geen thai-boxers waren, hebben we ook gevochten tegen uh, lokale vechters, karatikas, penchak, silat, taekwondo, alles door de bank. En uh, ze hebben nog steeds aan het nakijken, want uh, iedereen heeft pakslag gehad. Uh, dat was het begin van het thai-boxen in Suriname. Iedereen wilde thai-boxen. En om een uh, voorbeeld te geven van het thai-boxen, er uh, zijn verschillende goede mannen. Uh, ...hebben we gehad, maar er zijn zoveel dat ik bang ben om die naam te, namen te noemen. Uh, ik, een leerling van mij, Benito Coupein, geeft les in, uh, in Nederland. Dan had je uh, Angelo Simpson, die op 14-jarige leeftijd bij me bezig was. Um, Angelo te noemen met, uh, als voorbeeld, hij is later zelf doorgegaan... ...en hij heeft veel wedstrijden gehouden, eerst met Frans Guyana, dan met Guyana... maar uh, correctie Frans Guyana en Trinidad. En zo uh, so werd ik populairder. Leerlingen uh, van hem waren Risti, die kampioen is in Nederland. En nu dat zijn twee bekendste leerlingen van hem. Ik heb daarna een aantal leerlingen gehad: Vijay Thakur, Maurice Douglas. Welbekende Jair Senior Rosenstruik, ook bekend als Biggie Boy, die nu euro heeft. Of bij de MMA. Uh, moet je even aangaan, in 1992 uh, heb ik mijn eerste uh, gala gehouden, Thailandse gala. Uh, Jay Signo is in 1988 geboren. Ik, ik ken hem sinds klein toen ik begon met, uh, met karate, oh uh, correctie, met uh, taaiboksen. Eerst bij een gewone, normale school. En uh, omdat hij groter was dan die andere jongens, die de, kreeg hij de naam Biggie Boy. En toen um, kwamen Bap en Dap, Bap is nog steeds een trainer. En die maak, uh, kwamen met de uh, richter de school, de gym op. En daar begon hij te groeien. Dus ik zag hem groeien. Uh, ik heb hem vroeger ook gevraagd om uh, te helpen met boksen. Dat hij Suriname uh, uitdroeg als bokser, omdat hij even een van de weinige zwaargewichten was. Die er waren jongens die ook zwaar geweest waren. Maar vaker trainen ze twee, drie, vier, vijf jaar en dan stoppen ze. Maar ik denk dat de Jair Senior nu ondertussen meer dan. ver meer dan 15 jaar is hij bezig met thaiboksen. Uh, ja, ik zag hem dus groeien en op een gegeven moment had hij geen tegenstanders in Suriname. En uh, dankzij organisaties, ik weet dat niet precies, dat moet hij zelf vertellen, maar ik zag hem dan. Vaker uh, ga naar het buitenland met zijn trainers. En, uh, het is altijd goed als je gaat in enkeling dan als een groep, want daar moet je meer geld uitgeven. En hij deed mee met verschillende wedstrijden, ik dacht uh, UFC. En uh, zo is ik berand in, in uh, de MMA. Ondertussen heb ik in uh, Goju-ryu, karate in Amerika, heb ik een negende e dan. Je kan tot tien dan gaan. Goyuru in Amerika onder uh, uh, José Anon heb ik uh, een 9 dan. In Amerika Nisei Goyuriu, andere stijl, verwant aan Goyuru, tweede graad. Goyuru you noemt know, dat. Onder de leiding van uh, Hubby Thompson heb ik een 8 dan. Onder de hamer van Sean Blooming Nederland heb ik een 8 dan. Dus drie stelen heb ik. Acht, uh, één Nige en twee Achterdennen. In Suriname heb ik... Ik ben ook tikwon Ruka. In Suriname heb ik een derde dan Tikondo. Ik heb Tikon... Uh, Pinchak Silat beoefend onder Kamiran En later onder Ruki Loswijk in Nederland. Dat is dus die stijl. Ik ben heel gek op die stel. Dat is een apenstel waarbij je boeien gaat als grote apen van Hammurabi, zoals ik uitlegde. Jammer genoeg, jammer genoeg is die stijl niet echt in Suriname, maar heel effectief voor vechten op een korte afstand. Ik heb basis judo gedaan bij de geburders van Kieken. en uh, ik doe dan ook tijdens mijn vechten. Je moet me niet vragen als karateka om te vechten als karateka staan en stoel en wachten met die stoel. Nee, het dat ik een probleem met die taekwondo, dat ik dus spring en armen laag. Nee, ik vecht met een mengeling, omdat het een vechtsport is. Ik gebruik alle stijlen. En uh, het enige wat ik moet doen is uh, geen verboden handelingen gebruiken in die stijl. En uh, stijl waar ik de meeste dingen uit, uit, uit kan brengen is natuurlijk het Thai boxen. Jammer genoeg heb ik uh, het enige droom die ik niet heb kunnen waarmaken is uh, ik wilde Thai box kampioen worden in Nederland, maar uh, ik mocht Nederland de hele tijd niet binnen. En dat kwam dus door mijn militaire carrière. Ik stond toen dichter bij boters. nu niet meer, voor bepaalde redenen. Maar uh, toen wel. En uh, ook dat is gelukkig achter de rug. Uh, maar ja, mijn, mijn jeugd, ik was toen jonger, dat, dat ben ik dus uh, kwijtgeraakt aan het timeboxen. Ik heb wel verschillende partijen hier gedraaid. In de plaats in Florida, in Amerika, waar ik het meest ging, daar was Thai-boxen niet echt ontwikkeld. Maar uh, ik deed wel het, het continue sparring, leek op Thai-box. Je mag alleen niet lowkicken, die trappen tegen die benen. En daar was ik oppermeester in. Ik ben drie keer wereldkampioen geworden. En x-aantal keer tweede plaats, derde plaats. Uh, ja, ik, ik, uh, ik vergeet die wedstrijden soms, ik kan niet allemaal. Er zijn er te veel. Maar ik mag zeggen dat mijn mooiste wedstrijden waren geen wedstrijden. Dat waren gevechten die ik deed. Uh, in Brazilië heb ik het gedaan, in bepaalde plaatsen, buurten in Amerika. Waarbij je dus in die zaal gaat en die deur gaat dicht. En uh, dan heb je iemand die je heeft uitgedaagd zonder film en dergelijke. En dan gaan we knokken. En uh, ik heb vreselijk daarvan gehouden, veel ongelukken gehad. Maar ja, ik, uh, je moet een beetje. Okay, als je uitgedaagd werd, ik kan er niet tegen als iemand me uitdaagde. Uh, toen en nu denk ik wel een beetje verder na. Je weet ouder worden. Maar toen, nee, hoor, als je zegt: oké, okay, na, de, na de training, deuren dicht. Dan zien we wel wie wie, wie is. Ja, en daarvan hield ik. Hou effecten zonder regels. In uh, Brazilië heb ik dat veel gedaan. Het heeft me ook een paar tanden gekost. En x aantal hechtingen in mijn gezicht. Maar ja, dat is. Uh, niet iedereen houdt van bepaalde dingen. Maar ja, dat was mijn ding. Uh, bij, bij vechtsport hoor ik ook van wapens. Vechtsportwapens, dus geen vuurwapens. Dat is het gedeelte militair. Maar uh, vechtsportwapens, dan heb je die katana, aan het zwaar. Die kama, sikkel, uh, nunchaku. Tonfa, police waar de politieagenten vaak roepen dat wapens dat zijn die wapens die ik beheers. en uh, een paar andere kleine wapens die, niet, die misschien niet bekend waren. Ik ben ook heel goed met een, horror, een korte hoor. Dus uh, ik trainde gewoon uh, omdat ik er van hield niet echt om te gaan vechten, maar wel voor competition om te kijken van hey, wie doet iets beter. Ik heb uh, Jaren terug moest ik meedoen in Amerika en ik kan niet flippen. Ik heb het nooit, ge ik heb het nooit gekund, ook toen ik twee armen Dus in de rand, salto en dergelijke. Voor wie gewoon omvang was ik altijd bang om te draaien. Dus ik deed het meestal in water. En ook dat deed ik niet echt. Krachtoefeningen, dat waren wel mijn dingen. Maar salto's draaien, uh -uh. En uh, in de uh, wereld doen men dus bij musical weapons... Uh, dat is dat ding waar ze doen waar ze bezig zijn met wapens en dan springen, draaien. Dat is heel mooi Men kan het zien op het net. Maar dat was niet mijn ding om te springen en draaien. Toen kwam ik op het idee om een robot -act te doen op het betonen van muziek. En dat is uh, aangeslagen, ik kan me vaker heb ik demonstraties gegeven. En uh, ik heb in Australië heb ik uh, ook een gewonnen. Eerste plaats op dat onderdeel. Toen ze het zagen was iedereen gekker van. Breken heb ik ook uh, geherintroduceerd in Suriname. Waarbij je uh, dingen breekt. Uh, vier stukken stangen ijs van die, die ijsblokken. Uh, andere steun die ik heb gedaan, uitgehaald is uh, motorfietsen op mijn buik laten rijden. Dat is ook op het net te zien. Dus, uh, ik, heb veel gedaan. ik heb veel gedaan. Maar ik heb het gedaan toen ook om het thai boxen te helpen introduceren. En uh, het is me aardig gelukt. Het is me zodanig gelukt dat het nu mij tegenwerkt. En dat wil ik ook uitleggen waarom. Ik ben al een geruime tijd voorzitter van de Boksbond. <laughs> en ik wil het boksen nieuw leven inblazen. Maar de jeugd is zo gek op het zo so Dat trappen en stoten. Dat ze uh, niet alleen dat boksen willen, willen doen. Ik zeg, het kan ook. Uh, je kan beide makkelijk doen. Behalve als je op wedstrijdniveau bezig bent. Dan moet je wel zeggen voor het boksen. Dat is de boksband wel. Uh, en boksen is een uh, Olympische tak van sport. In Suriname ben ik de voorzitter. Ik sta al jaren. En uh, in Amerika ben ik. Uh, referee en officieel judge en dergelijke bij het Olympisch boksen in Florida. Ik ben aangesloten daar bij een paar scholen en af en toe ga ik om te jureren. Zo hou ik mijn niveau een beetje hoog en op die manier probeer ik lessen, verzorg ik lessen aan Surinamers. Dat uh, is echt mijn baby. Ik, wil, ik heb het altijd willen. Het uh, is niet voor mezelf dat ik wil boksen, maar ik wil dat, dat Surinamers meer gaan doen aan die tak van sport. Omdat men dat onderschat. Uh, uh, we kijken in de toekomst aan tegen een, een, een Surinaamse kampioen met boksen. Zowel vrouw als man. Ik weet dat het kan. Uh, want niemand had ook had verwacht dat Biggie Boy zover zou schoppen. Zo moet men beginnen bij het begin. En op dit ogenblik hebben we genoeg jongens die boksen. Omdat je niet kan taai boksen zonder te boksen. Je moet goed zijn met je armen en met je benen. Dus nu ben ik aan het recruteren uit de jongens die getailleboksen hebben en ook een beetje boksen van mij hebben gehad, vooral die ouderen. Om een team te vormen, uh, ik noem het NATIO met boksen. Ik ben, daarmee ben ik nu bezig. Om alvast uh, tegen die betere mannen in het buitenland uit te komen. En daarnaast die jongeren die helemaal willen beginnen mee te nemen. Ik heb altijd gevraagd naar financiële hulp en ik doe er alles aan om het uh, boksport nieuw leven in te blazen, want als ik niet gepusht had met taaiboksen waren we nu ook niet zo ver. Ja, er werd mij ook vaker gevraagd uh, hoe ik met één arm weg tegen iemand met twee armen, normale armen en twee benen, uh, en als ik niet bang ben, uh, het antwoord is zeer simpel. Iemand met twee armen zou alleen van me kunnen, direct kunnen winnen als hij met twee armen tegelijk stoot. En als je met twee benen tegelijk trapt. Om met die twee benen tegelijk te trappen, zou je aanloop moeten nemen. En dan in één richting, dat, dat gaat dus niet. Het is een kwestie van ontweken en uh, die man ligt zo op de grond. Uh, je moet met één, je stoot met één arm, je trapt met één been. Uh, het gaat om hoe, hoe doe je het en wat is die timing van je. En ik. Ik ben zodanig ingesteld dat ik, zodra je trapt en ik weer af. Dat is een van mijn dingen uh, wat ik altijd zeg dat het meest belangrijke is tijdens een wedstrijd: dat is dat af, de afweer. Afweer, tegenaanval. Niet dat die man stoot of trapt en je, je, je weert af en je wacht en dan ga je weer aanvallen, te lang. Op het moment dat je hebt afgeweerd, tegenaanval. Ja, en zo win ik mijn wedstrijden. En dan moet je nu combineren arm en been. Je moet uh, goed zijn met die combinatie: timing en combinatie. En zeker weten dat je in de aanval gaat. En op het laatst krijg je dan nog het incasseringsvermogen. Want je gaat wel klappen krijgen, maar je moet hem kunnen nemen en terug moeten geven. Ja, ik moet doorgeven dat ik ook vaker gedecoreerd ben uh, door de president. Ik ben gedecoreerd door twee uh, presidenten in Suriname. Het is begonnen bij uh, president Venetiaan. En ik ben hem um, heel erkentelijk daarvoor. Dat is een heel verhaal. Omdat. Uh, misschien moet ik even doorgeven die, 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 die riddering. Je begint met riddering in de orde van de, van de Palum, in de Orde van de Giele Officier in de Orde van de Palm, officier in de Orde van de Giele Ster. in de Orde van de Palm, commanderende in de Orde van de Giele Ster. in de Orde van de Palm, groot in de Orde van de Giele Dat is wat een normaal mens kan bereiken, sporter en dergelijke. En dan krijg je 9 en 10, dat is die dwarslint. Dat krijgt meestal presidenten, of je moet een geweldig ding... Het so, zou heel bijzonder moeten zijn om iets te doen. Uh, dat je die dwarslin krijgt, nummer 9 en 10. Uh, toen ik gered werd, ben ik, heb ik gelijk, nummer 3 gehad. Uh, ik had al een aantal zaken gedaan en dat was het leuke ervan. Ik zat daar en, uh, onder president Vinissian ja. en er waren een paar honderd mensen en je, zo zie je iedereen uit die zaal gaan nadat ze uh, hun ging hun, 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 hun zaken in, in, in ontvangst namen. En op een gegeven moment zag ik, mijn naam werd mij niet genoemd. Dus ik dacht, van, er is een fout gemaakt. Uh, totdat ik en een andere man overbleef, ik dacht bij mezelf: ik zit hier echt voor noppers, want ik kan toch niet zo hoog zijn. Toen hoorde ik dus uit de, uit de mond van de president Venetiaan uh, Remy Burke. En toen noemde hij een aantal zaken op. Ik werd officier in de Orde van de Gele Ster. En jaren daarna werd ik gedecoreerd door uh, president Bouterse. Werd ik dus in, com commandeur in de Orde van de Palm. Dat ben ik dus nu, de vijfde plaats. En ik hou van jagen op dit soort zaken. Dus ik ga nog vrolijk verder. Ik wil uh, nog vechten met Gods wil niet dat harde vechten. Uh, misschien minder hard, omdat ik de uh, laatste 60 jaar ben geworden. Maar ik wil wel het, uh, het record breken in Suriname. Als uh, een van de oudere vechters of een van de mannen die het op mijn leeftijd toch gevochten heeft. Met mensen van mijn liefde kan in ongeveer in, ieder, in Amerika 50 plus. Dus uh, dat ik even uitkom tegen die kampioenen. En als ik een derde plaats baal, zou ik het geweldig vinden. Maar ik ga natuurlijk voor de eerste. Maar in ieder geval heb ik dan, uh, ben ik dan bezig met het breken van records. En ik ga weer bezig zijn met mijn eigen body. Om uh, weer een sheep, echt een sheep te zijn. Uh, ja, en uh, ik wil uh, sporters in Suriname aanmoedigen zoveel mogelijk. Om ook te gaan voor de reddering. Doe je best, blijf trainen. Want. Uh, dat houdt je op de been, dat houdt je gezond. Want uh, zonder gezondheid uh, lukt het niet. En um, het enige wat ik dus wil vragen voor de sport, voor de boksen vooral, dat men uh, helpt zo'n beetje. Uh, het zijn meestal kansarme jongeren. En ik ga vaker in mijn eigen zak. Ik koop spullen, ik koop handschoenen, ik koop truitjes, broeken voor de jongens. Eten vaker. Het is lastig om het zo door de buis te zeggen, maar ik ga het maar zeggen. Ik heb het jaren gedaan. Ik moet even nagaan, sinds 1985. Maar ik ben begonnen op 12-jarige tijd. Dus ik doe meer dan 40 jaar doe ik vechtsport. En uh, ik ben niet van plan om volgend jaar te stoppen. Ik ga nog even rustig verder. Uh, snelheid is er nog, inzicht is er nog. Dus uh, ik ga nog even door. Het is heel makkelijk om gaan zeggen tegen iemand of praten tegen iemand met een beperking om door te gaan. Terwijl jij geen beperkingen. En wij moeten weten dat de, de mensen met een beperking vaak daar aan denken van ja blijf maar praten. Jij hebt toch geen beperking. Oh, Waar dat ding is met een beperking denk je dat dit het, 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 het is, het is afgelopen. Ik ga dit niet meer kunnen doen. Dat kun je meer meer kunnen doen. Het belangrijkste is dat je moet weten dat niet Hetgeen dat je had belangrijk is, maar hetgeen dat je nu over hebt, is belangrijk. Iemand met een bril is ook, is ook een beperking. Het was niet omdat zijn zicht goed was, maar nu gebruikte hij een bril hebt. Van die bril die slecht. Dus dat is ook een beperking. Uh, uh, er is altijd dan, de tijd hield alles zonden. voor mensen die rondlopen met zelfmoordplannen. De tijd hield. Alle wonden, correct, ik zei zonder. Zo de tijd heet alle wonden. Alles die wond nog zo groot, langzaam gaat die over. Ja, en belangrijk is, je leven gaat verder. Je eigen leven uh, kapot maken heeft geen zin. Want uh, uh, als, als zou je in een rolstoel zit en niets kan bewegen, dan nog kan je nog kijken naar een uh, film of weet ik veel. En als je dood bent, is het net als, ik zie de dood als een... Als wanneer je stel, je hebt de afspraak om smiddags om 6 uur. En je slaapt door om 8 uur en dan spring je wakker. Oh, Jezus, ik had om 6 uur wakker moeten, uh, weg moeten zijn. Alleen bij die dood spring je niet wakker. Als je levend bent, spring je om 8 uur wakker, dan zeg je gewoon, uh, Om 6 uur had ik een afspraak. Als je dood bent, spring je niet wakker. Het is afgelopen. Dus je moet nu genoeg genieten van het leven. Uh, sorry voor mensen van het geloof, maar ik zie hel en hemel hier op aarde. Nu. Ja, wanneer je leeft, het is nu op aarde. Je ga gaat dromen dat je daarna weer in een hemel komt. Dat is mijn, mijn eigen denkwijze. Ik geloof wel in een God en in opperwezens, maar ik zeg hel en hemel die zijn hier op aarde. Jij moet weten hoe je leeft. Je kan van je leven een hel maken of je kan van je leven een hemel maken. Dat is hoe jij dat ding bekijkt. En vaak krijg je beproevingen. En mensen gaan doodgaan. Zoals laatst mijn vrouw is overleden. Zoals ik mijn vader en ik heb ook een zoontje. heb uh, kwijtgeraakt erbij. Maar je moet doorgaan met het leven. Omdat uh, dit is jouw pijn. Jij bent nu met jouw boek bezig. Iedereen is met zijn eigen boek bezig. Dan moet je je boek afmaken. En je moet het zo goed mogelijk afmaken. mag geen idiote dingen doen zoals drugs gebruiken. En Groeven en dat soort zaken wat jongeren denken. Ze denken dus dat ze stoer zijn. Dan zeg ik liever, doe een tak van sport. toen daar dat je sport, dat je, dat je stoer bent. Maar je moet move, je moet een beetje bewegen. En dan gaat je, wordt je geest vanzelf beter. Uh, je blijft ook jonger. En je gaat ook meer kunnen doen dan als je niets doet. Uh, als je niets doet, uh, gaat je lichaam alleen maar achteruit. En dan maak je plaats voor ziekte aan je hart of aan je, je vernauwingen, je aderen en dergelijke. En dat is dus niet goed. Mijn naam is Remy Aswin Burke, meer bekend als The One Armed Warrior. Ook bekend als Ajayni, wat in de cultuur van Suriname, de taal betekent tijger. Dit was mijn levenservaring, mijn levenswerk. Waardoor ik met iemand met een beperking, met één arm, plexus lesie, rechts, dat ik het gemaakt heb tot wereldkampioen vechtsporten.